I feel it in my bones. Mensen, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag gaan we onze collectievideo opnemen van 2023-2024. Achter ons staat al het vuurwerk, dat gaan we nu allemaal behandelen. Het is Nederlands en Duits vuurwerk, dus ik zou zeggen, geniet ervan. En we gaan hele mooie dingen laten zien. We gaan beginnen vooraan. We hebben hier een hele mooie cirkel gemaakt en nog wat los liggen. Maar laten we beginnen bij een Duitse cake, de Infinity Fire, 36 shots. Mooie kleine cake. Hieronder hebben we de High Voltage. Dat was voor €85. 5 cakes uit Nederland. Dat ga je ook allemaal zien in de compilatie. 3 keer de Magic Gin. Een Daredevil. De Goldfinger. Zag er heel mooi uit. De Magic Dance. Een soort klein compound blokje. Zag er ook wel leuk uit. 2 kleine cakejes voor tussendoor. De Hellboy. Uit Nederland de Admiraal. Waaier. Oh ja, Waaier. 2 keer de Big Surprise uit Duitsland. Oh, het valt hier bijna er weer af. Mooie grote cakes. De Blowout. Eerst een fontein en daarna een cake. Met een los ding erop. De 3 fonteinen. Altijd leuk voor tussendoor. Ik heb ze alle 3 maar meegenomen. De roze pazen, de zilver en de gouden. Dan hebben we nog een Final Showdown. Een mooie waaier uit Nederland, de Leopard. Een echt super mooi. Wil je de effecten zien? Ik zou zeggen, zoek hem gewoon even op YouTube. En 1 januari krijg je natuurlijk ook de complete. Je snapt me wel te zien. Dus de compilatie. Hoi. De Dragonfire. We hebben hier nog een klein. Volgens mij is het een fontein, een batterij of zo. Ik weet niet precies wat dit is, maar het zag er wel leuk uit. Hieronder als de vervanger voor de Sky of Diamonds, want die hadden ze helaas niet. Geen idee hoe deze eigenlijk zit. Ik weet het. Het staat aan de andere kant. Ja, daarom, precies. In ieder geval 139 shots. Duurt 7 seconden, gaat 80 meter hoog van Weco. Nou, hier zie je het. Ik ga niet alles eruit halen, want dan duurt de video wel heel lang. Hij heet Complete Battery Power. De Complete Battery heet die, hoor ik net. Ik zie ook voor de rest nergens iets staan. Nou, dat zal er wel zijn. We hebben hem natuurlijk omgedraaid. Maar ook met een waaier effect. Ja, waaier en cake. Super mooi. Hier nog 2 kleine Lightning Thunders. Schiet in 1 keer leeg. Nou, natuurlijk los van elkaar. Gewoon leuk voor open tussendoor. Een fluitbatterijtje. Dan gaan we door naar de Stormy Flash. De Firefly. Ook met een heel apart effect. Het gaat een beetje alle kanten op. Een soort van vuurvliegjes. Nooit eerder echt gehad. Dus ik dacht ook een keer wat nieuws erbij. De Heavy Metal. Een supermooie cake. 19 shots. 30 seconden lang, 50 meter en 30 mm kalibers. Dus echt een super mooie cake. Hier hebben we dan, even vertellen, 5 keer de Alligator. Nou, iedereen kent dit wel. Gezondheid. Sorry. Gewoon kleine mooie cakejes. Ja, maak jij hem eens even open. Komt bij. Mooi kleine cakejes, gewoon leuk voor in het begin van de avond. Nou, hebben we er 5 van. Dat zijn hele mooie, heb ik gehoord. Dat is een van de betere kleine cakes. Ja. Dan hebben we nog de Beastmaster. De Big Bombastic. Een paar wat meer grotere cakes. De Kaboom. Ja, de camera stopte er heel veel mee. Maar dat geeft niet, we gaan gewoon weer verder. We waren gebleven bij de Kaboom, hè. De Pyro Conversation hebben we nog. En dan hebben we ook 5 keer de Artus. Net als elke keer mooie compacte cakejes. Gewoon heel leuk voor tussendoor. 3 keer de Discovery. En dan hebben we, lopen we even om. Want hierachter hebben we ook nog een compound blok. Hoe heet die? King of Fireworks, geloof ik. King of Fireworks. 196 shots. 196 shots.
Mooie compound voor 12 uur natuurlijk. Gaan jullie ook allemaal weer terugzien. Ja, altijd mooie compound blokken. En dan hebben we ook nog een tas vol met Sea-Thunder Kings. Nee, dan kan je die hierheen tillen. Ja, natuurlijk. Dat hebben we natuurlijk ook nog, want we hebben natuurlijk niet alleen maar cakes, maar ook nog meer. Past allemaal net, joh. Past allemaal net op tafel. Oh, deze moet er een weg. Ja, die mag dan ook wel. Zijn twisters. Twisters. Twisters zitten mooi in de lucht. Nou, als eerste hebben we hier de Thunder King Titanium Thunders. Het is handig met één hand. Best grote dingen. Ja, je ziet het wel naast mijn hand. Dus ja, die gaan we morgen ook allemaal afsteken. Dan hebben we even kijken. 1, 2, 3, 4 pakjes van. Een beetje krap hier. Ik schuif het even hierheen. Dan hebben we hier nog een Thunder King Bookpack. Dat zijn die crackling dingen. Hele kleine Thunder Kingetjes. Maar we hebben één pakje van gedaan. Even kijken als het wat is. En dit is natuurlijk allemaal nieuwe spullen. De Fat Tube. Kleine Sea Thunder King. Nou, ook iets nieuws. Ook één pakje van gedaan. Dan hebben we hier de Thunder King Crackling Mine. Daar hebben we hier 3 pakjes. Klopt dat? Ja, 3 pakjes. Ja, ja. En morgen, we hebben, dit is niet alles wat we hebben, maar we hebben nog een bestelling, maar die komt later. Ook nog voor ongeveer €400. En daar zitten nog 20 pakjes van de Crackling Mine bij. Dat komt morgen er allemaal bij. Dan hebben we hier van de Thunder King Turbo Edition. Gewoon mooie knalringen, 6 stuks in een pakje. Van, we hebben 6 pakken van. Het zijn er 3. Nog meer. Ja. Kijk. Hier nog eentje erbij. Nog een pakje. En nog een pakje. Ja, 6 pakjes. Dan hebben we gaan we door naar de Sky Shot. Heb je het mesje hier toevallig nog? Oh ja. Die kunnen openmaken. We gaan zien, daar hebben we 4 pakjes van. Kijk, mooie. Grote dingen ook. Ik kan je mooi handig in de grond steken. Hele mooie sier Thunder Kings. Nou, hier zie je het effect. En het zijn allemaal verschillende effecten. 4 verschillende. Dat kan je hier zien. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar deze. Ik heb wel veel misschien. Ze zagen er heel mooi uit. Dus er wel verwachtingen van. Daar dus 4 pakjes. Heel snel uitverkocht in de Duitse winkels. Ja, was meteen uitverkocht. Gelijk weg. Dan hebben we de Double Crusher. Hebben we 5 keer. Nou, ook allemaal Sea Thunder Kings. Hier zie je de effecten. Heb je hier een open pakje van? Nee, van die andere wel. Nou, ook mooie. Vergeleken met Sky Shot zijn ze iets kleiner. Maar voor wel hele mooie effecten, geloof ik. In ieder geval, dat gaan we zien. Schiet eerst de crackling uit, dan schiet er een sierkogel achteraan. Hele mooie dingen voor een goedkope prijs. Hier zie je wat erin zitten. Dus 5 pakjes. En dan hebben we nog. Hier was wel een open pakje van. De Double Power. Daar was wel een open pakje van. Ja. Kijk. Dat was eigenlijk al het vuurwerk wat we hier hebben liggen op dit moment. De rest, dat komt later allemaal. Maar het moet allemaal een beetje gesplitst worden in verband ook weer regels en alle dingen. Maar ik zal je even een foto laten zien van wat we nog meer hebben. Alles bij elkaar was ongeveer €1.500, €1.600. Nee, ik ga jullie nog even een paar mooie beelden laten zien van alles wat we hier hebben. Dus ik zou zeggen, geniet er nog even van. En ja, veel plezier. We've seen it all, just make the call.
was dan onze collectie voor dit jaar. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. Wordt even mooi geknald hier. Ik zou zeggen, vond je dit een mooie video? Laat even een like achter. En ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan zeker even. Dit jaar niet heel actief geweest. Volgend jaar komen er hele mooie projecten aan. En veel nieuwe dingen. Ik wil zeggen, stay tuned. En jullie zien de compilatie op 1 januari. Fijne jaarwisseling allemaal. Later!